Standaard ontving op speeldag 7 Evastina in de Super League. Deze laatste zit in de hoek waar de klappen vallen en dan uitkomen tegen dit Standaard, waar Sanne Schoenmakers besliste om haar namiddag ervan te maken, is niet iedereen gegeven. Schoenmaker is de speelster in vorm bij de Roesjes en ze scoort momenteel met de ogen dicht. Standaard voetbalt een hele race om kansen bij elkaar en Schoenmakers zet de 1-0 op het scorebord na een assist van Davinia van Mechelen. Ook de prestatie van Gorniak mocht er zijn. De diepte ingestuurd, weliswaar in buitenspel, maar ze mogen doorgaan en zo komt Standaard op 2-0. Het zijn dolle minuten op de jeugdacademie van Standaard, want de 3-0 is er snel. Schoenmakers vergeten en haar hattrick is een feit. Tiene vecht voor wat het waard is en wanneer Zelaer slecht inspeelt en de thuisgoalie mistast, staat de 3-1 op het scorebord. Nog hebben we alles niet gehad, want daar zijn de Roesjes opnieuw met een perfect uitgevoerde aanval. De assist is van Mechelen, de goal, je weet wel. 4-1, meteen de ruststand. De tweede helft wordt dan de helft van de gemiste kansen. De thuisploeg voetbalt de kansen bij elkaar, maar ze worden even vlug vakkundig de nek omgevrongen. En zo scoort de thuisploeg nog eenmaal en hebben we meteen de eindscore. 5-1. We hebben vrij goed rondgespeeld, maar we hebben heel veel kansen gemist. En voor ons doelsaldo is dat niet zo goed. Dus we hadden wel verwacht om wat meer te scoren. Maar ja, daar zullen we een beetje harder op moeten werken om een beetje meer te scoren. Volgende week moet je naar Gent. Dus het is weer niet gemakkelijk. Maar goed, ja, we zullen maandag terug de trainingen hervatten zoals we altijd doen. En terug met de hoofdjes omhoog en proberen de hoofdjes leeg te maken. En opnieuw starten en hopen dat zo snel mogelijk iedereen in orde is, 100% fit is. En overal elk meisje kunnen gebruik maken voor het seizoen verder te zetten.